Maar in ieder geval, wat ben je aan het doen, schat? Kom eens hier. Oh, nou heb ik twee neusjes. De neus is jou, hè? Ja, de neus is jou, de neus is jou. Hè, de neus is jou. En ik zit meer te slapen dan wat anders. Dat ik zoek het even hogerop. Ja, vannacht ook amper geslapen. En dan krijg je dat. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag. En het is... Het is vandaag de 23e van de 1e 2024. En we leven om 12 uur 58. Erwin, die kan elk moment binnenvallen. Rijka, die staat al klaar met de voorpootjes op de armleuning. En Elwing, die zit ook al klaar. Ja, oh, die gaat er maar bij leggen. Die denkt ook, ik ga er maar bij leggen, want anders word ik zo moe. Hé? Ja. Nou, daar gaat hij al. Jullie horen het. Tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Erwin, die is net weer de deur uit. We hebben een bakje koffie gehad. Ik ga de meisjes nou uitlaten. En het is nu reeds 13:56, dus bijna 2 uur. En ja, we gaan de wind weer trotseren, want het is koud. En er is bewolking op komen zitten. Het was eerst mooi blauwe lucht, et cetera. En nou is het helemaal weer dicht. Ja, we mogen geen zonuren hebben, hè. Ja, ze willen de zon bij ons weghouden. Dus dan gooien ze er bewolking voor. Ja, wat doet niet moeder de natuur? Nee, het wordt allemaal in haar gedaan. Ja, daar wordt het allemaal gedaan, gemaakt. Weet ik veel. Maar in ieder geval, wat ben je aan het doen, schat? Kom eens hier. Oh, nou heb ik twee neusjes. De neus is jou, hè? Ja, de neus is jou, de neus is jou. Hè, de neus is jou. Ja, een neus. Hé, we gaan eventjes zo meteen lopen, hè? Ja, vrouwtje even naar de wc en dan een vecht staan en een shalom en nog een shalom en een jas aan en jullie intuigen, vrouwtje intuigen eerst, hè? Ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik ga lekker even met ze lopen en ja, geniet gewoon van de dingen die jullie willen moeten gaan doen. Of jullie het nou leuk vinden nog niet, probeer er wel van te genieten en dan komt het ook gewoon goed. Ja, toch? Ik zou zeggen, ja, als ik terugkom, ga ik een vlog in elkaar zetten. Ben ik lekker bij tijd. Als dat klaar is, probeer ik nog weer even wat met de kerstspullen bezig te wezen. En dan misschien vanavond, als er niemand komt, ga ik tussen de bedrijven door ook weer een vlog in elkaar zetten. Want vanavond, ja, dan komt er ook een leuke show. Tenminste, het is geen show. Nee. Het is een Nederlands programma. Maar dat is, god, hoe heet dat ook alweer? Niet CS to the Dress. Maar dat is getrouwen met een vreemde. Ja, laat ik het zo maar even zeggen. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar in ieder geval, dat wil ik graag zien. Dat vind ik gewoon leuk. Ja, en dan komt morgen deel 2. En ja, gewoon leuk, mensen. Ja, vind ik leuk. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik denk, ik pak jullie er weer even bij. Om even een kleine mededeling te doen. Ja, ik ben met het voorbereiden van een vlog bezig. De vlog die vandaag uit is gekomen mag ik niet op Facebook delen, want ik heb van Facebook
een sanctie gekregen. Waarom? Ik niet weten. Schijn iets gezegd te hebben wat een ander tot geweld te laten plegen. Hoe dan? Ik gebruik nooit geen geweld in mijn woorden. Ik ben altijd niet op Facebook. Weet niet, maar... zal wel iets heel oud wezen... wat ze nou hebben gevonden en dat ze me nou weer moeten pakken. Gebeurt wel vaker hoor. Ze zijn gewoon kierewietjes en je mag helemaal niks meer zeggen. Ja, ook niet bij wijze spreken van... nou, die mag wel eens aan de slanke lijn, die mag wel 200 kilo afvallen of zo. Dat mag ook niet meer op TikTok. Nou, wat moet je dan zeggen? Het is toch de waarheid? Als er eentje zo is, mag je toch kunnen zeggen van zorg even dat je eerst afvalt voor een dikke 200 kilo, mag je wel kwijtraken. Voordat jij gezond kan worden. Maar dat mag allemaal niet. Nou, ik hoop dat het op YouTube mag, maar ja, kom zeg. Wat is dat? Waar gaan we met deze wereld heen? Je mag niks meer zeggen, niks meer doen. Nou, dan kan je inderdaad beter ophouden met ademhalen. Oh nee, mag ook niet. Je moet door blijven ademhalen totdat je dat het van Den Haag mag. Ja, toch? Maar in ieder geval even buiten dat allemaal om. Ik heb gigantische hoofdpijn gekregen. En ik zit meer te slapen dan wat anders. Dat ik zoek het even hoger op. Ja. Vannacht ook amper geslapen. En dan krijg je dat. Ja, dus ik ga eventjes een uiltje knappen. Ik duik even mijn bedje in, denk ik. En anders duik ik op de bank met een dekentje. Maar daar liggen twee meiden op. Ja, die liggen ook al lekker te slapen. Ja, maar dat moeten hun weten. Ik kan daar niet bij gaan liggen, nee. Dat lukt me niet. Dus ik ga even lekker naar boven. Eventjes proberen te slapen. Want dan red ik het vanavond sowieso niet. Ah, en er was weer een fout opgetreden op YouTube. Met inplannen. Dat je ook wanneer je moe bent, dan gaan de dingen verkeerd. Dus ja, de tweede misschien. Ik moet even kijken. Er waren vandaag twee films online gekomen wat niet had gemoeten. Ja, dat was 5 en 4 januari. Had niet gemoeten. Op 22 januari is er niks online gekomen. Dat had 4 januari moeten zijn. Die had 22 januari moeten komen. En 5 januari had op 23 januari moeten komen. En dat is dus vandaag. Maar die heb ik nou naar morgen toegeschoven, omdat de 22e er niks was. Helaas pindakaas. Ik weet ook niet hoe ik dat allemaal heb hoor. Het gaat eventjes een tijdje goed en dan hup, heb je weer een foutje erin. Kan gebeuren. Ik ben een mens, geen robot van de maatschappij en ook niet, ook die maken fouten, want de mensen maken die weer, zetten die weer in elkaar, dus ja. Ik ben een mens en geen robot. Ja, en ja, net wat ik zeg, zelfs die maken fouten. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie namiddag en straks smakelijk eten. Bon appétit. En alvast een hele fijne avond geweest. Ik zeg het tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer, hè, meisje. Ja, toch? Of niet? Ja? Ja, hè. Dat, zometeen lekker televisie kijken, eten en... een vlog in elkaar zetten. Dus ja, komt helemaal goed. En de meisjes tussendoor allemaal uitlaat. Ook dat toch. Ze gaan zo eerst de tuin even in. En later op de avond eventjes lopen. Maar het waait en het regent. Het doet hier van alles en nog wat. Geloof ik. Maar wat weet ik niet. Gaan we even kijken. Eerst naar de builaar van het nieuws. Die het nieuws ook gebruikt. Nou ja, kijk, en het wordt ook al wel weer droog. Ja. Dat tenminste, dat zegt hij.
Gaan we naar de ander. Kijken wat die zegt. Ja, die zegt het ook. Nou, toppie. Ik ga nog straks mooi lopen. Maar eerst GTST kijken. En de rest kan ik ook terugzien. Ja, GTST ook wel. Maar dan kan ik even lekker bij komen met het eten. En ik denk dat ik even een soepje maak. Ja, ik heb een blik soep staan. Dus lekker toch? Ja. Dus dat gaan we gewoon doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later.